Klopt. Wat betekent dat? Wie weet dat, Vivianne? Chantal Kleven is 6 jaar lerares geschiedenis op het Over Betuwe College in Bemmel. En dan bedenk je, wat zou het zijn? En zaterdag is ze misschien wel de beste lerares geschiedenis van Nederland. Ja, een beetje bizar, maar heel erg leuk om mee te maken. Overweldigend. Chantal is opgegeven door haar eigen leerlingen. Een jury bezocht een van haar lessen. Wat staat er eigenlijk op? En zo is ze doorgedrongen tot de laatste 3 die morgen in Amsterdam strijden om de prestigieuze titel beste geschiedenisleraar. Maar waarom is ze nou zo goed? Nou, ze legt alles in verhalen uit en dan sla ik het gewoon veel beter op dan dat je het in boeken leert en zo. Ze pakt echt voorbeelden eruit en dan gaat ze bijvoorbeeld dan ons met een spelletje erover doen of zo. Dus ze legt het gewoon heel anders uit. Maar leren jullie er wel van? Even een testje, 1914, 1918, wat was dat? De Eerste Wereldoorlog. Het werkte? Ja. Ja, de jury roemt zelfs haar didactische inzicht en oprechte belangstelling voor elke leerling. Goed zo. En die mogen morgen dan ook mee naar Amsterdam voor de eindstrijd. Morgen heb ik gewoon heel veel zin in. Ja, ik zie het wel. Ik kan me niet voorbereiden. Zij vinden blijkbaar dat ik iets goed doe. Dus dan zal dat morgen misschien ook wel gewoon goed gaan. En ik vind het fantastisch dat zoveel leerlingen morgen op een vrije zaterdagmiddag mee willen. Dat collega's er mee naartoe gaan. Dat is gewoon een groot feest. En dan zal het daar ook ongetwijfeld gewoon heel leuk worden.